Ik wil je in deze video kort meenemen over hoe innovatie anno nu eruit ziet. En waarom innovatie eigenlijk zo lastig van de grond komt en wat je kan doen om te zorgen dat innovatie wel gedragen gaat worden in jouw organisatie. Innovatie is eigenlijk niks anders dan bezig gaan met nieuwe ideeën, nieuwe toepassingen over hoe processen te verbeteren of nog meer waarde toe te voegen in datgene wat je doet. Maar om te kunnen innoveren, om met nieuwe ideeën te komen, is er wel een bepaalde creativiteit nodig. Buiten de bestaande kaders denken. En wat we zien is dat als wij jong zijn, als mensen super creatief zijn. We stellen veel vragen, we lachen de hele dag door. Dus in essentie zijn wij creatieve wezens. Maar als je naar school gaat, dan verdwijnt die creativiteit. Dan wordt er van jou gevraagd om je te conformeren aan een bepaald beeld en die creativiteit die daalt. En er wordt wel gezegd dat het zich doorzet tot je 44ste en dan belanden we in een soort staat van terminale serieusheid. Alle creativiteit is uit je geslagen. En ik wil nu met jou een klein testje doen om eens even te ervaren of die creativiteit nog in jou zit. Of je nog buiten de kaders kan denken. Ik ga je zo meteen 3 vragen stellen en ik wil jou vragen uitnodigen om die vragen foutief te beantwoorden. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Beantwoord de vraag die ik jou stel fout. Komt-ie. Vraag 1. Wat is de hoofdstad van Frankrijk? Vraag 2. Wat is jouw lievelingseten? En vraag 3. Wat is de lievelingskleur van mijn vriendin? Gaan we nu naar de antwoorden. Op de allereerste vraag is de kans waarschijnlijk aannemelijk dat je het antwoord hebt gegeven van een andere stad. Waarschijnlijk niet Parijs, want dan had je natuurlijk het goede antwoord gegeven. Maar waarschijnlijk heb je een andere stad in Frankrijk of een andere hoofdstad genoemd. Zo niet, dan heb je al een beetje buiten de bestaande kaders gekeken. Op de tweede vraag is de kans heel groot als je het hebt over je lievelingseten dat jij voedsel hebt gekozen, maar wat je helemaal niet lekker vindt. Misschien wel spruitjes of zuurkool of vis als je daar helemaal niet van houdt. Maar je hebt waarschijnlijk wel iets in de wereld van voedsel van eten gekozen. De laatste vraag, de lievelingskleur van mijn vriendin. Ik doe even de voorzichtige aanname dat je mijn vriendin niet kent, maar de kans is wel groot dat je voor een kleur bent gegaan. Misschien zwart omdat je verwacht dat vrouwen daar niet van houden, maar je bent in heel veel gevallen wel voor een kleur gegaan met het risico dat je het goede antwoord gaf. En dat laat wel zien hoe wij mensen eigenlijk heel erg vastzitten in onze bepaalde denkpatronen en dat remt juist de innovatie in organisaties. Want we moeten juist loskomen van die bestaande kaders, we moeten juist creatief worden, we moeten nieuwsgierig zijn en nieuwe vragen gaan stellen. Maar hoe kan het dan dat dat niet van de grond komt? Nou, dat heeft wat mij betreft te maken met de werkomgeving waarin we ons werk doen. Als je elke dag naar hetzelfde kantoor gaat, je gaat hetzelfde werk doen, je bent bezig met dezelfde onderwerpen, met dezelfde collega's en je gaat naar hetzelfde koffiezetapparaat, dan word je niet geconfronteerd met nieuwe inzichten, met nieuwe gedachten. Dus het is de bedoeling dat je daar los van gaat komen. En om dat te doen, moet je een eerste stap zetten en dat is tijd creëren. Tijd creëren in je agenda. Want op het moment dat je altijd maar al dat werk op dezelfde manier blijft doen, dan gaat er geen vernieuwing komen. Dan ga je niet tot nieuwe inzichten komen. Dus het begint altijd met tijd. En als ik je nu zou vragen, heb jij in je agenda tijd over? Dan is de kans vrij groot dat je waarschijnlijk nee zegt. Want we hebben het allemaal druk. Onze agenda zit vol. Maar op het moment dat je agenda vol zit met dingen die op dat moment moeten gebeuren, dan ga je ook niet nadenken over hoe datgene wat je dan doet er in de wereld van morgen uit komt te zien. En dat is het innovatieproces. En we weten diep van binnen dat het belangrijk is om daarmee bezig te zijn, dan moet je daar nu aan dat gevoel wat in je zit ook nog opvolging gaan geven. En de eerste stap daartoe is daar ook tijd voor in gaan ruimen. En dat kan wekelijks een half uurtje zijn, maandelijks 1 of 2 uur zijn die je daarvoor blokt. Maar maak die tijd die je daarvoor vrij gaat ruimen, maak die heilig. Zorg dat daar niks voor in de plaats komt en ga die tijd ook niet vol plannen. Gewoon op het moment dat dat is aangebroken, je hebt even 1 uurtje of 2 uurtjes in je agenda gepakt en ga gewoon kijken wat er op dat moment op je pad komt. Doe dat soms alleen, maar doe dat soms ook met andere collega's. Ga eens bij een andere afdeling kijken om te zien wat daar gebeurt. Ga in gesprek met de klanten, patiënten, cliënten, burgers, leerlingen. Om te kijken, hoe kunnen we nou de waardecreatie nog meer gaan verhogen? Waar is echt behoefte aan? Ga in gesprek met de mensen en kom tot nieuwe inzichten, nieuwe ideeën. Maar weet dat innovatie nooit van start kan gaan op het moment dat je er geen tijd voor hebt. De formule die ik je daarin mee wil geven is de volgende. Als je de wil hebt om te vernieuwen, de wil hebt om te innoveren, maar je vermenigvuldigt dat met geen tijd, dan is de resultante heel simpel. Dan komt er ook geen vernieuwing op.